Kees Schies uit de Drentse 1 heeft een enorme verzameling John Deere miniatuurtrekkers. Ik ben er wel trots op, ja. En dan loopt er weer belangers en zeg ik, dit wieltje, die is net ietsje terug en die weer zo. Ik wil er geen vlakke kanten aan krijgen. Ja, en hier is niet één hetzelfde bij, hè. Giesse nam het landbouwmechanisatiebedrijf van zijn vader over. Zo maakte hij kennis met de John Deere's. Amerika, 1980. De liefhebber reisde meerdere keren naar Amerika, het thuisland van John Deere. En als ik dan in Amerika was, ja, dan hadden we altijd wel een koffer bij waar daar niks in zit, waar we heen gingen. En dan werden we weer terug, hè. Hier zitten nog wel een paar bij die uit Amerika meegenomen zijn, van deze type. Ja. Ja, hij staat helemaal vol. Ik kan al wel wat bij, hoor. De verzamelaar heeft zijn bedrijf een aantal jaren geleden verkocht, maar de liefde voor John Deere trackers blijft. Gaat praktisch geen dag over dat ik hierheen ga. Deze heb ik vorige week allemaal weer nog afgehaald. Allemaal even kijken, onderkant, een beetje, komt wel even stof op. Dan heb je ze toch allemaal even weer in de hand, weet je wel. Ja, zo loop ik dan wat rond, hè. Het is allemaal een kleine spul. Ik heb gelukkig al een vrouw die het niet erg vindt dat ik dit helemaal heb. Het is de John Deere 8630. En natuurlijk willen we ook even weten wat deze trekkerfan van onze trekkerserie Paul vindt. Als het mentioneerd is, dan is het altijd goed, hoor.